waarom zit ik hier eigenlijk op het dak? Hè? Ja, gaat over vergeten. Ja, ik wou Cannonball Adderley, want dat spelen die meiden. Ja. Die hebben die... Cannonball Adderley, die is dood, begrijp je wel? Ja, ja. Die kan hartstikke goed spelen. Kom je helpen. Bijna de knap geblazen. Je zit lekker daar. Ja. Jij gaat dat het misschien? Ik hoor niks. Ik hoor alleen maar geruis. Of je wel het idee hebt gehad dat het wel eens misgaat? Nee. Nee? Liever niet. Dan ben je wel bang, hè? Ja, vroeger. Hangt die mooi, Anne? Ja. Is het wel eens misgegaan? Nee. In elk geval? Nee. Wacht je voor mijn nek? Geen idee, nee. Valt iemand daar op? Ja. Ja? Natuurlijk. Ja, sorry hoor dat ik zo begin te gillen, maar ze hing al aan mijn nek. Ongeveer een half jaar geleden. De collega van ons naar beneden gevallen. Ja, was een vrij ernstig aan toe. Wat botfracturen en dergelijke dingen. Die zit nu nog steeds in de arbeidsongeschikt dat werd dus. Hoe is dat gebeurd? Ja, onvoorzichtigheid. Onvoorzichtigheid. Boven een de nok van een dak. En dan iets te ver uit willen reiken om toch nog wat te kunnen doen. Net iets te ver geweest. Evenwicht verloren en naar beneden gegaan. En er is maar één manier, dat is recht naar beneden. Anders kan niet. Op sommige momenten heb je dan een heel vrij gevoel. Je springt, je zwaait en ja, dus het mag tegen hoor. En luchtledig ook. Het lichte, ja. Ja. Het heeft te maken met een soort spanning. Hè. Als je het goed is, dan heb je heel erg spanning op je lijf en je springt. En je doet iets en het heeft ook te maken met... Ik zou het bijvoorbeeld nooit helemaal niet leuk vinden om alleen te werken. In ons geval het heeft heel erg te maken met dat we samenwerken. Dat je samen iets doet, dat je gewoon samen ook pad en samen... een soort concentratie opbrengt om iets moois te maken. Anna, en risico, zegt dat voor jou? Ja, je hebt natuurlijk wel het risico dat je naar beneden lazert, maar... je moet gewoon goed nadenken bij wat je doet en je moet zorgen dat je sterk genoeg bent om de dingen aan te kunnen die je wil gaan doen. En dan is dit in ieder geval, dit soort trapeze heeft niet zoveel risico. Maar toch is het niet helemaal een antwoord. Want je doet wel iets wat hoger is en waar een risico in zit. Want dat verhoogt de spanning en dat verhoogt het feit dat mensen het knap vinden wat jij doet. Ja, dat is natuurlijk leuk. Maar dat is voor hoe andere mensen er naar kijken. Nou, maar daar doe je toch ook voor?
Het eerste wat je heel erg leert, of het belangrijkste wat je leert, is dat zo gauw je naar boven gaat, dat je je concentreert op wat je doet. En als ik persoonlijke problemen heb, dan ga ik misschien wel graag naar boven. Ja, want dan kan ik me op iets anders concentreren en dan, ja, dan is dat even uit mijn hoofd weg. Het is wel zo, als je een tijd gewoon een heel erg rottijd hebt en je bent heel moe, dat je, als je iets aan je lijf voelt wat niet goed is, dan ga ik wel eens niet naar boven. Maar dat komt nauwelijks voor. Dus. Jij dan? Ja, als het op het geestelijk vlak ligt, zeg maar, dan is het juist heel erg nodig. Om in ieder geval, doordat je zo met je lichaam bezig bent, reageer je ook een heleboel dingen af. En je bent er ook aan verslaafd op een gegeven moment. Dus als je dat dan ook nog eens keer, als je dan ook nog eens keer stopt met trainen, nou, dan kan je dus wel meteen in de inrichting gaan zitten. Want dan gaat het gewoon heel slecht. Ik bedoel, dan komt alles op je af. Het is heel erg een ontlading, dagelijkse behoefte geworden. Krijg je er een kick van? Nee, ik krijg er geen kick van. Soms met een leuk optreden. Zo, blijf hangen.